Bonjour, mes amis. We gaan aan de pastis op het circuit van Paul Ricard, de Grand Prix van Frankrijk. Ja, en laten we maar meteen beginnen met het nieuws van deze week. Want Red Bull die kiest in 2019 voor de Honda. Ja, dat klopt. Daar zijn ze mee naar buiten gekomen deze week. Dus die keuze is definitief gemaakt. Wat best wel bijzonder is, want ze hebben natuurlijk... Het ging altijd tussen Honda en Renault. En Renault lijkt op dit moment wel de betere van de twee. En toch zijn ze voor die Honda gegaan. Dus hoe ze daar precies bij zijn gekomen, weten we natuurlijk niet. Maar zij kunnen natuurlijk wel alle data over elkaar leggen. Plus, zij hebben natuurlijk gesprekken met beide partijen. Dus ze weten ook wat de toekomstplannen zijn. Mm-hmm. En op die manier zijn ze tot de conclusie gekomen dat blijkbaar Honda meer potentie heeft. Bijzondere keuze. Heel bijzonder, ja. Het leek niet de logische keuze die voor de hand lag. Toch hebben ze het gedaan, dus ze zullen goede reden hebben. Hey, Ricciardo, die moet zijn contract nog tekenen. We weten niet waar hij naartoe gaat. Ja. Denk je dat zijn motordeal invloed zal hebben op zijn contract bij Red Bull? Jazeker, ja. Red Bull heeft altijd gezegd, we willen eerst de motordeal rond hebben. En daarna pas gaan we kijken naar het contract van Ricciardo. Nu hebben ze wel een goede verstandhouding. Ricciardo wil best blijven. Red Bull wil Ricciardo zeker houden. Dus ik verwacht dat ze er allebei een hoop aan gaan doen om dat te laten gebeuren. Of dat ook gebeurt, dat zal de tijd leren. Ik denk wel dat we daar komend weekend of het weekend erop meer over weten. Ik heb daar wel zin in hoor, al die contracten. Er gaat een hoop gebeuren. Er gaat weer een beetje een stoelendans beginnen. Alonso, en als Ricciardo nou niet blijft, dan gaat er echt veel verschuiven. Dus dan wordt het helemaal interessant. Ik hoop dus, het. Wie weet. En misschien ook nog Nyck de Vries. Ik hoop het allemaal, jongens. Ja, anyway, na twee straatcircuits gaan we nu naar een circuit waar eigenlijk geen muur te zien is. Gaat Klopt. Het spannend worden? Dat is een hele goede vraag. Het antwoord daarop is ook een beetje moeilijk, want het is de eerste Grand Prix van Paul Ricard sinds lange, lange tijd. Wat er precies gaat gebeuren, weet ik ook niet. Ik denk niet dat het qua crashes heel spannend wordt, want er is overal uitloop. Je kan gewoon stuur openen, van de baan afrijden en later weer terug de baan opkomen. Aan de andere kant, je kan nog wel tegen elkaar aanrijden, dus wie weet krijgen we nog een beetje spektakel. Nu hoorde ik ook dat ze er ander asfalt in hebben gelegd voor meer grip. Ja, klopt. Ze hebben zelfs een paar verschillende aanpassingen gedaan. Ze hebben het hele circuit opnieuw geasfalteerd. Wij hebben daar, ik heb daar eerder dit seizoen gereden in een andere klasse. En die was daardoor 5 of 6 seconden sneller dan het jaar daarvoor. Dus dat geeft echt wel wat meer grip. En daarbij hebben ze een aantal bochten groter gemaakt. Dus wat wijder gemaakt. Dat moest waarschijnlijk voor de veiligheidsregels. En dat vonden ze bij de Formule 1 een goed plan. Dus dat hebben ze zo gedaan. Goed voor de veiligheid. Ook leuk voor de kijkers thuis? Of juist niet? Nou, die wijdere bochten die maken het misschien wel weer mogelijk om een keertje aan de binnenkant te duiken. Dus ik denk dat ze ook wel aan het inhalen hebben gedacht. Het is de derde Franse Grand Prix op rij, na Monaco, Canada en nu echt Frankrijk. We beginnen op het rechtstuk natuurlijk, ook gelijk de eerste DRS-zone. Bocht 1 is een leuk feitje dat ze hem iets breder hebben gemaakt, speciaal voor de Grand Prix. Dus je kan iets harder erin, maar ook iets meer mogelijkheid om net aan het eind van die DRS-zone even in te halen. 1-2 is een vrij snelle chicane verder. Mogelijk gaan we hier de tweede DRS-zone krijgen. Dat is nog niet zeker, dat gaan ze na de vrije training bepalen. Dan gaan ze kijken of ze verwachten dat er genoeg wordt ingehaald. Zo niet, komt hier een derde DRS-zone, wat dan dus de tweede zone is. Best wel vlak na de eerste DRS-zone. Ja, klopt, maar dat zie je wel vaker hoor. Dat er gelijk dat er een rechtstuk, bocht en dan nog een rechtstuk en dan ook gelijk twee DRS-zones gebruikt worden. Cool. Dit is een technisch stukje, oftewel goed voor Red Bull. Je kan hier veel curbs gebruiken. We weten dat Red Bull ook goed is op de curbstones. Dus bocht 3, 4, 5 is eigenlijk één grote combinatie en dus goed voor Max. Eigenlijk gaat dat bijna meteen door in 6 en 7. Je blijft sturen en je bent er steeds bezig. Je vraagt veel van de mechanische grip van de auto. Dus dat ziet er allemaal positief uit. Dan komen we bij het pijnlijke stukje voor de Red Bull. Nu, op dit moment zit de tweede DRS-zone. Dat kan dus de derde worden. Maar zoals je ziet, een heel lang recht stuk. Ja. Hier gaat de Renault-motor het wel een beetje begeven ten opzichte van de Mercedes en de Ferrari. Maar goed, opnieuw weer een paar korte bochten. Weer mechanische grip. Dus wellicht vinden we een heel klein beetje terug. Tractie is hier erg belangrijk, want je gaat vervolgens het tweede deel van het lange rechte stuk op. Bocht 10 is heel leuk, die is vol gas. 300 km per uur rechtsaf. Bam. Is in principe makkelijk vol gas, maar is toch wel een leuk detail. De laatste sector is, zoals je ziet, een sector met allemaal hele lange doordraaiers. Veel aerodynamische grip dus. Dus sector 1 is mechanische grip, sector 3 is aerodynamische grip. Beide positief voor de Red Bull. Ja, absoluut. Dus we hebben echt alleen die middelste sector met het rechte stuk die pijn gaat doen.
Alle bochten lopen mooi met elkaar over. Lange doordraaiers, bocht 11 vooral. Heel snel vol gas erin met dus 300 km per uur. En dan uiteindelijk remmen, iets terugschakelen. En zo gaat het eigenlijk het hele stukje door tot de laatste bocht. Dat is nog een langzame herpin. Wat op zich positief is, want dat zorgt dat je er dicht achter kan blijven en in bocht 1 weer kan uitremmen. Eigenlijk twee lange rechte stukken. Een best wel kronkelig einde en daar ook een kronkelstukje. Dus ja. Het compenseert wat, hè, met downforce en met de power. Precies, absoluut. Is het dan meer een Red Bull circuit of toch meer een Ferrari en Mercedes circuit? Ik denk dat het circuit goed is voor Red Bull. Ik denk ook echt dat ze het goed kunnen gaan doen. De enige vraag is, hoeveel verliezen we op deze twee lange rechte stukken? Ja. Als dat niet al te veel is, dan zie ik een goede podiumkans voor Max. Yes! Kom terug! Dan gaan we nu namelijk plaats maken voor weer een hele mooie, lieve weerdame. En deze week hebben we Danique. Weer Danique, maar niet de Danique die jullie denken. Want we kasten namelijk op Danique's. Op zondag is het 26 graden en typisch Zuid-Frans weer op Paul Ricard. Geen regen, dus geen epische inhaalrace. Maar zaterdag kan het precies tijdens de kwalificatie wel even lekker nat worden. Dat wordt nog spannend. Ja, lekker nat. Dat is mooi. Wordt wegstoppen. Ja. Op de baan. Op de baan. En ook deze week hebben we weer een vraag geselecteerd voor het technische onderdeel waar onze technische techneut alle antwoorden op weet. De vraag is van Frans Zakonski en die vraagt, beste Sylvana en Stijn, ik heb een technische vraag met betrekking tot de brandstof. Afgelopen race had Vettel het bij zijn overwinning over de goede samenwerking tussen Ferrari en Shell. Ik vroeg me af, heeft ieder team een eigen brandstofleverancier? In welke vorm kan/mag er afgeweken worden van de voorgeschreven standaard? Poeh. Goeie vraag, Frans. Oké, beginnen bij begin. Ja, de goede samenwerking die Vettel beschreef tussen Shell en Ferrari, dat is ongetwijfeld gewoon PR. Dat zal ongetwijfeld ook zo zijn, maar dat zegt hij alleen maar vanwege PR-doeleinden. Veel teams hebben een eigen brandstofleverancier. Sommigen hebben dezelfde, maar er zijn er een paar in omloop. Dat klopt. En de keuze is vrij in de teams, maar dat is meestal vanwege een marketingachtige relatie die ze met elkaar hebben. Zoals natuurlijk Ferrari en Shell, die kent iedereen, die combinatie. Er is een voorgeschreven standaard. Er zijn gewoon hele, hele strenge reglementen met betrekking tot de brandstof. En daar mag niet van worden afgeweken. Natuurlijk is altijd maar de vraag in hoeverre, als je daarin aanpassingen maakt, zit je nog in een grijs gebied en wanneer ben je echt de regels aan het breken. Dus dat is altijd een beetje een fijne lijn. Mm-hmm. Alleen, er wordt af en toe mee geknoeid. Heel af en toe wordt er wel eens iemand gedisqualificeerd vanwege verkeerde brandstof, maar tegenwoordig bijna niet meer. Daarmee komen we ook gelijk bij het punt waarom er nog brandstof in de auto moet zijn na de race. Yeah. Er is een regel dat je minimaal 3 liter over moet hebben in de tank na de race. Want die heeft namelijk de wedstrijdleiding nodig om te controleren of jij wel de legale benzine gebruikt hebt. Stijn, wie gaat er op het podium staan komende zondag? Nou, ik heb net gezegd dat ik verwacht dat Red Bull hoog gaat gooien dit weekend. Ik denk dat het circuit, en ik hoop het ook stiekem een beetje, dat het circuit goed is voor de Red Bull. Yeah. Sector 1 en sector 3, let maar op, zijn ze zeker snel. Sector 2 gaan ze echt gewoon een hoop verliezen. Ik denk wel dat het uiteindelijk goed wordt en dat Max tweede wordt. Dat denk ik ook. Jij kijkt gewoon af. Dit had ik echt bedacht. Niet leuk, is zo makkelijk. Nee. Eerst even kijken wat ik zeg en dan... Ik zit op 1, Hamilton, door de updates. Gaan 15 à 20 kilometer sneller, zeggen ze. Oké. Ja, voordat jij zegt dat ik het af heb gekeken. Ja, ik zit op 1 Ferrari, Vettel. Oh, awesome. Dus laten we even kort en bondig. 1. 1, Hamilton, 2, Max en 3, Vettel. Ik zeg 1, Vettel, 2, Max, 3, Ricciardo. Ja, ik ben een beetje afgeweken van mijn top 3 tijdens de podcast. Want we hebben ook nog iedere maandag een podcast op autobaan.eu. En dan praten we echt 3 kwartier door over alles van de Formule 1. Dus als jij nog veel inhoudelijker hierop in wil gaan, dan kan je dat ook nog even checken. Superleuk. Ik dacht, maak meteen even reclame voor onze andere show. Nu je toch kijkt. Zondag begint de race in de middag om 4:10. Superleuk kijken en wij zijn er volgende week gewoon weer. Want we zijn 3 weken achter elkaar. Doeg! Doei doei!